feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons. Ya mag je eens voorstellen, want dit is takje nou een man. Even look die foto, dat is takje. Want ligt die oude. Want ligt die biggie boordje de ook toe. Dus dat want takje. En plus missie wan neen die daar. Kan je uitleggen wie je bent? Ik ben Geleo Vilofleiter. Ik speel in Israël. En dit is de club waarvoor ik speel, Kiryat Shimona. Ja. Hoe lang al? Ik ben pas in januari misluitend. Dus ja, tegen 1 januari tot eind van het seizoen heb ik daar gespeeld. Maar van akkoord ik Idorota Israël? Ja, een paar contacten. De manche van mijn pleidja, SVB, manche want te beelden. Dus vandaar is het gekomen. En wat is de pleidrap in mijn idee? Want een tratrat zo taal de meitaki, no? Ja, de meitaki van tratal, maar leuk, leuk strana man. Ik ben eten wat strana man drap, hè. Dus dat is wel aardig. Als je nu kijkt, WK 2018, ik zie dat je nauw betrokken bent. Je bent bijna elke dag bij het dorp, je vindt het leuk misschien. Maar wat vind je van WK tot nu toe? Verrassend, kan ik zeggen. Want je ziet die grote landen. Ja, je kan niet zeggen grote landen, want ze spelen allemaal 1-1 tegen iets wat mindere landen. Dus het is verrassend. Het is verrassend, kan je het onderbouwen? Wat is zo verrassend? Is het go-to money of is het update of zo? Ja, nou kijk, ze spelen. Het is nog steeds WK takkie mensen. De takkie van een man van de straat die vertelt van Amai Luka Wika. En hij zegt iets over verrassen. Dus mijn Xamba heeft dat go-to man, heeft dat update. We hebben Wasabi precies wat hij bedoelt hoor. Nou, kijk, Brazilië, Zwitserland, 1-1. Argentinië, hoe noem je ze? IJsland. Ja. 1-1. Dat is echt verrassend. Waar? Kijk, Mexico, Duitsland. 1 over Mexico. Dat is verrassend. Ja. Dat ben je groski wel. Tegi. Maar als je zo kijkt, idee naar voetbal, Libi. Wat voel je al aankomen? Behalve dat het verrassend is, maar wat voel je aankomen? Wat spanning op opkomen of Ashwaki? Nou, je hebt spanning, mooie goals, mooie wedstrijden, leuk voetbal. Dus. Almorespang. Naarmate. Oh, ik kijk wel, al morgen spannen. Want trauma betekent niet op straat en man tak, hé, man, ik ben blij, if Michi Asrana vraagt je wat je erop hebt. Zij je stak over de piste? Dat, want, ja, forum staat forum. Er moet echt veel veranderd worden. Dat kan het wel lukken, maar echt veel moet veranderd worden. Wat specifiek? Een van de punten waaraan er heel hard gewerkt wordt? Ik zou zeggen, die diaspora. Dat zou heel mooi zijn. En van daaruit dat zouden we wel kunnen beginnen. Ik bedoel, je bent dubbele nationaliteit en ja, dat? Dubbele nationaliteit. Maar voor wat kan een kwaliteit voor de boyja? De man Doro, a level. De man Doro, maar soms aan mentaliteit. No bonso. En we trainen heel weinig hier. Je moet gewoon elke dag bezig zijn. En dan hebben ze toch een kans, maar ik denk toch komen we heel veel tekort. Dus. Die dubbele nationaliteit zou ik zeggen van dat ons toch een beetje zou helpen. Hoeveel verdien je in Israël? Zou ik niet kunnen zeggen. Maar mijn indicatie in hoeveel om hem bij. Maar de wasabi er hè? Maar sabi, dat je maar brokken traga, voedoor, dat je maar sapoor. Maar je schreef je om een soort hoogte aan dit precies. Vanaf de specifieke keren, maar. Ik wil een beeld. Kolibatoor dat. Kolibatoor dat. Hands up for your colors.